Hoi, wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Ik neem jullie mee in de winkel en de winkel staat al mooi klaar. Het is vandaag zaterdag, dus een beetje een gekke dag om een weekvlog te beginnen. Maar ja, het loopt toch allemaal een beetje door elkaar, dus dat maakt niet zoveel uit. De winkel staat mooi vol. Ik heb daar heel veel boeketten klaar staan. Er staan heel veel kerststukjes klaar en plantenbakjes. En we gaan vandaag aan de slag, want we hebben nog 200 kerstbakjes te maken voor een bestelling. Dus dat gaan we met z'n allen doen. Ik heb allemaal hulp van familie die mij vandaag komt helpen, dus daar ben ik heel blij mee. En we gaan lekker aan de slag. Zo, het is 9 uur 's avonds. We zijn klaar. Echt heel fijn. De kerstpakjes staan allemaal hier mooi klaar om weggebracht te worden. Heel blij mee dat we het allemaal afgekregen hebben. Het staat hier allemaal op karren gepakt. 210 stuks in totaal en nog twee grotere. Dus het is tijd om weekend te vieren en volgende week neem ik jullie weer mee in de week. Tot dan! Goedemorgen, het is maandag, nieuwe week, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dus we gaan er weer lekker tegenaan. Ik ga straks de kerstbakjes wegbrengen die ik dus zaterdag allemaal af heb gemaakt. Die 200 nog wat. En ik ga nu bezig met bestellingen inpakken. Zodat een groot deel weer weg is en we de week lekker fris en goed beginnen. En ik ga nog even kerstpakketten halen voor de stagiaires en mijn vrijwillige hulp en dat soort dingen. Dus iedereen die ik dankbaar ben die mij dit jaar heeft geholpen. Dus dat ga ik ook nog even doen. En zoals je op de achtergrond hoort heb ik goede hulp van mijn dochter. Dus een lekker dagje vandaag. Ik ga aan de slag. Goedemorgen, ik heb zojuist echt een super leuke DIY opgenomen. In de vorige vlog zag je al dit ondergrondje. En ja, ik ben aan de slag gaan met berengras en leuke lampjes. Echt super leuk, maar ik denk als jullie deze vlog kijken dat die al weg is. Maar wel echt even leuk om te laten zien. Echt super leuk. Goed, we gaan buiten zitten en aan het werk. Goedemorgen, daar ben ik weer. Volgens mij na een aantal dagen dat ik niet echt heb gefilmd of ja, wel tussendoor shots heb gemaakt. We hebben de winkel iets veranderd. We hebben iets meer hoogte gecreëerd zodat we de bloemstukken iets meer kunnen laten zien. En we ook iets meer kwijt kunnen aan bloemstukken. Kijk, het staat weer mooi vol. Ik ben nu boeketten aan het maken. Er staan ook al wel aardig wat mooie boeketten klaar. Eventjes bestellingen afwerken en gewoon lekker de dag beginnen. Gisteren
heb ik iets heel leuks binnengekregen waar ik echt super blij mee ben. Dat ga ik jullie vandaag nog even laten zien. Namelijk twee hele grote studiolampen, waardoor het licht tijdens het filmen van de DIY nog beter gaat worden. Dus de kwaliteit van de video's gaat dan weer nog verder omhoog. Dus echt super leuk, echt heel blij mee. En ik denk jullie ook, want het is heel snel donker s'morgens en s'avonds is het gewoon echt nog donker. En dan is het echt heel lastig met filmen met het licht. En we hebben hier best wel veel licht, dus er kan wel wat schijnen. Maar ja, tegen dat donkere, daar kun je gewoon bijna niet tegen schijnen. Dus ja, heel erg blij mee. Ik ben nu boeketten aan het maken voor de bestellingen, zoals je kan zien. We zijn ondertussen een paar uur verder en we gaan heel lekker. Kijk dan, de stapel wordt steeds hoger. Echt heel fijn, want dit zijn echt een van de laatste pakketten voor de kerst. En dan komt er nu nog één video online. Maar daar zijn al voorbereidingen al voor getroffen. Dus ja, toch een fijn idee dat er zoveel pakketten op de post zijn gegaan in december. En waar ik echt super dankbaar voor ben. Dus nogmaals dankjewel daarvoor. Ik was er weer heel blij van, want deze gaan nog weer weg. En ja, gewoon een goede dag. Ik ga nu verder met bestellingen maken en nog de winkel weer verder volzetten. Goedemorgen, we gaan weer lekker aan de slag. Wat een spannende dag, want ze praten in één keer over een lockdown, toch nog voor de kerst. Dus ik hoop dat het allemaal goed gaat, maar we gaan in ieder geval positief aan de slag. Goedemorgen allemaal, het is de dag na het weekend, dus maandag. Ja, we hebben het nieuws gekregen. Zaterdag heb ik niet meer gevlogd, het was heel druk in de winkel. En we voelden de bui natuurlijk al een beetje hangen wat er aan ging komen. Dus ja, het was gewoon een beetje een verdrietige dag. Dit weekend ook flink gebaald. Maar ik heb besloten dat we er gewoon weer tegenaan gaan. En dat we positief blijven. En dat we gewoon positiviteit gaan brengen hier ook op dit kanaal. Wat betekent dat voor jullie? Ik was even in dubio van wat ga ik doen, hoe ga ik doen en dat soort dingen. Maar vanaf vandaag, dus vandaag komt deze vlog online. Maar vanaf vandaag komt er van maandag tot en met vrijdag elke avond om 7 uur een nieuwe video online. En dit zijn heel veel leuke DIY's en dat soort dingen. En ook vlogs in de winkel. Ik laat jullie dingen zien, opruiming, van alles. Dus echt positiviteit. Laten we het beste van maken. Laten we positief blijven. En laten we dat ook overbrengen op elkaar. Dus weg met de negativiteit. Want de situatie is nu gewoon niet anders. Ik heb dit weekend ook even flink gebaald. En eventjes een traantje gelaten. Maar ik heb besloten dat we dat gewoon niet meer gaan doen. En ja, geef dat met z'n allen gewoon lekker door. Dus ja, elke dag voor jullie een leuke video. Ik heb heel veel leuke ondergronden ingekocht. Echt waar. Ik kreeg opeens gewoon weer helemaal zin in. En ik werd er ook gewoon positief weer van. Teak houten schalen, industriële ondergronden, echt heel veel tofs. Dus ja, houd gewoon in de gaten en kijk elke dag om 7 uur. En vind je dit leuk, doe natuurlijk even een duimpje omhoog en laat even een leuke reactie achter. En ja, steun iedereen die je kan steunen op de manier aan ondernemers. Dus haal af en dat soort dingen. Wij gaan ook gewoon op afspraak werken, dus afhalen. Dat mag gewoon en dat gaan we doen. En ik zou jullie nog de lampen laten zien, dat heb ik helemaal niet meer gedaan. Maar jongens, kijk dan. Hoe cool. Ze zijn zo groot dat ze er bijna niet eens op passen. Ik heb ze nu niet aanstaan. Ik ga ze zo aanzetten, want ik ga zo de eerste video's opnemen. Dus ja, echt heel erg blij mee. En ik heb hier ook twee aapjes lopen. Dus ja. Zo, ik wil jullie alvast even laten zien wat er deze week ook als DIY online komt. Het is dit leuke frame waar we mee aan de slag gaan. Dat is echt super leuk. En ik wil nog wel wat leuke aanbiedingen toevoegen. Allereerst deze leuke kerstverlichting. Als je geluk hebt, heb je het al net voor kerst binnen. En anders heb je er volgend jaar heel veel plezier van. Want nu maar 5 euro. En die heb ik dan in dus de Sterboom sneeuwvlak. En met
eilandjes. Ook echt super leuk. Is op batterijen. Dus kan je overal aan het raam hangen. Echt heel erg leuk. En we gaan nog even een leuke actie doen. Namelijk alles wat je achter me ziet. De kersthangers, kerstballen. Maar er zijn ook bepaalde dingen die niet echt per se kerst zijn. Maar ook wel winters. Dus die je na de kerst nog leuk kan laten hangen. Die gaan we in de aanbieding doen voor 50% korting. Dus ook natuurlijk leuk om volgend jaar helemaal als je een nieuw bom wil. Of wat dan ook. Nieuw inhoud. Dan kun je nu echt shoppen. Want het zijn natuurlijk super leuke prijsjes. Ik zal ze ook nog even wat dichterbij laten zien. Want het zijn echt nog heel veel leuke dingen. Die vind je onder het kopje kerstballen. Dus dan kan je daar eventueel met hele leuke korting shoppen. Nou, altijd leuk natuurlijk. Nou, en zoals je ziet hebben we echt nog heel veel leuks. Hier mooie velvet sterren. En die hebben we in verschillende kleuren. Want die heb ik dan nou ook in dit bijvoorbeeld. In het groen. Of zoiets als deze. Zo, ook echt super leuk. Nou ja, mooie ballen nog. Hangers. Deze zijn ook echt prachtig. Super leuk. Dit soort schuitjes. Nou, dit zijn ook echt heel leuke. Industrieel. En deze, zwart-wit, heel in. Maar zoals dit is natuurlijk na de kerst ook nog leuk om te laten hangen. Die heeft dan ook weer verschillende kleuren. Dus ja, echt super leuk. Denk je nou, ik wil nog even met korting shoppen. Dat is natuurlijk super leuk. En dan zien jullie me morgen weer met een leuke DIY video. Dus ja, ik hoop dat jullie dit een leuke vlog vonden. Het was een beetje een gekke vlog. Want we begonnen heel positief met een open winkel. En we eindigen met een dichte winkel. Dus dat is wel een beetje zuur. Maar zoals ik al aan jullie vertelde. We gaan het gewoon positief houden. En we gaan heel veel leuks delen. Dus jullie zien me morgen weer. Doeg!